Ernest. Ernest. Yes, hartelijk welkom bij de Match Day Show voor de wedstrijd PSV-RKC. Ik ga zo meteen voorbeschouwen met Ernest Faber, onze hoofdopleidingen. Maar voordat ik dat ga doen, ja, je ziet hem al in de achtergrond staan, gaan wij naar onze hoofdtrainer met de opstelling van vanavond. Mijn favoriete vraag, or starting 11 for today? Ja, hallo. Ja, we play with Ivan Vogel in the goal, Olivier, Timo, Jordan, Denzel. The back four and play with the midfield, Pablo, Ryan Thomas, Mauro Junior, Mo, Eran and Noni Madueke. Okay, so Max isn't here today? No, Max Philip gets sick a little bit today, so it was not an option to bring him today, so we have to play today without him. Okay, and Sangare, any news about his injury already? Yeah, he's in the squad, so he's better, much better than on Tuesday, so it's not a big thing. But I think he also played a lot of matches, and with the small injury, I think it's wise to leave him out today. Maybe later he can come in, but not from the start. Okay, and one of the biggest questions, of course, I think for the fans, Male isn't playing. He's on the bench today. Mm-hmm. Why is that? Yeah, also because he played also the four matches this year, at the beginning of this year, and I think it's also good for Aaron to play from the beginning. He played not so much the last two matches on artificial grass, so I think it's good to bring him from the start, and also Daniel can play later on in the game, so we have a lot of matches right now, and of course we have to take care that all the players stay in a good condition. Okay, and you were talking about the artificial grass. Van Ginkel didn't play that reason, right? Yes. Can we expect him tonight? Yes, of course. He's on the bench, so he's an option. Of course, he's not ready for 90 minutes, but he's improving step by step with each training, and so he's in a good shape, and of course, he's an option. Last question. RKC, we already played against him. What do you take with you for tonight against RKC? Yeah, I think we still know that it was a good tough match in Waalwijk, so it was not so easy. At the end we won 4-1, but they also made us some problems, so they were really good in attacking, switching the play, and a lot of players always involved in attacking, so we have to stop these moments a little bit earlier than we did in the first match, so so we analyzed the match, and I think we are prepared today for the match, and we play at home. And of course, we want to control the game, and we want to play with high intensity. So we are ready for that. Okay. Well, enjoy. Yeah. Thank you. Another 3 points. Bye bye. Hi. Yes. Yes. Dat was Roger met de opstelling. Ja, Max is dus ziek. Malen op de bank. Sangaré, de blessure van hem. Het valt mee. Is ook gewoon bij het team vandaag. Van Ginkel heeft niet gespeeld op kunstgras, maar zit vandaag ook op de bank. Dus die kan wellicht ook nog ingebracht worden. Daarnaast zegt hij over Sahavi. Sahavi, het is goed voor hem dat hij een keer aan de basis begint. Dus die zien we vandaag. Goed, wij gaan nu kijken naar de mooiste momenten tussen PSV en RKC. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je nog even vertellen dat de wedstrijd van vandaag natuurlijk gewoon live te volgen is op ESPN 2 om 8 uur. Heel veel plezier met de mooiste momenten en ik ben zo terug met Ernest Faber. Op. Nee, dit is een doelpunt. Dit is nummer 100. En hij maakt hem. Chris van der Weerde. Seda zit er helemaal naast en dan zit hij erin.
dan zit hij er toch in. Op 1,5 minuut van het eind. Romario. Dank u. Goeiedag zeg. Romario geeft nu even echt zijn visitekaartje af. Doelpunt. Opnieuw doelpunt van Romario na een hele goede combinatie. Romario, dat is een jongen die dit soort kansjes benut. Scoort zijn derde goal. Goeie paas van Brugge. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy is de naam. Het is hem toch weer gelukt. Aan de andere kant Mertens gezien. Aannemen en schieten. Eerst nog uitspelen. Mertens. En daar is het doelpunt. Weer Mertens die scoort voor PSV. Zijn eerste in dit stadion in dienst van PSV en de voorsprong daar. Maar te hopen dat het veld het houdt vanavond. Robben, dat is de eerste knappe actie. Green tot 2-0 toe uitgespeeld. En daar meteen de goal. En een mooie ook van Lucius. Een stormachtig begin van PSV in alle opzichten. Yes, ja, dat waren mooie momenten. Welkom Ernest, fijn dat je er bent. Ben je eigenlijk vaak bij de wedstrijd aanwezig? Als het kan met het programma van de Academy, dan ben ik er zoveel mogelijk bij. Om ook te kijken naar de spelers die we hebben opgeleid. Ja. Maar ook om te kijken naar de speelwijze van Roger. Gewoon om interesse te tonen. En wat vind jij van de avondklok? Misschien hadden we dat in een eerdere fase moeten doen om wat strakkere maatregelen te treffen. Om dit te voorkomen. Goed, het is denk ik noodzakelijk. Dus we moeten allemaal aanhouden de komende tijd. Het is niet leuk, dat snap ik. Het is moeilijk, maar als we even nog doorzetten en vooral volhouden, dan hopelijk dat we er snel vanaf zijn. Precies, nou top. Hè. We gaan vandaag uitgebreid praten over de Academy, over jouw tijd als speler, als trainer. Maar we beginnen even deze message show met een aantal stellingen. En we beginnen met de eerste en dan vraag ik je meteen, je moet kiezen. Trainer of hoofdopleiding? Nu hoofdopleiding. Ja. En waarom? Nou, ik heb bewust een keuze gemaakt 3 jaar geleden alweer om een andere kant op te gaan. Iets meer naar het managen in plaats van met hoofdtrainer korte termijn presteren. Ja. Dat project heb ik voor 5 jaar ben ik dat aangegaan en nu zitten we iets over de helft, maar we zijn nog lang niet klaar. Dus we zitten nu helemaal in. Het is helemaal zoals het nu mijn manier van leven is. Ja. En ik wil het ook graag afmaken en dan kijken we alweer verder. Snap ik. Okay, ja. Dan de hertgang of het Philips Stadion? Philips Stadion. Ja? Ja. Ja, waarom? Nou, dit is het einddoel waar je het allemaal voor doet. Ja. Wij ook, hè. Dus we zijn iedereen aan het opleiden om hier ze te kunnen laten spelen. Je moet altijd aan het hogere doel denken. Nou, dit is dit. Oké. Okay. Ja. Dan een lastige. 5 jeugdspelers die doorstromen en basis worden of 1 keer landskampioen? Op dit moment het eerste. Ja? Ja, kijk, wij zijn op de goede weg, we zijn nog lang niet klaar. Als speler zou ik het laatste kiezen, want ik heb we mogen meemaken 4 keer. Ja, dat is niet te beschrijven en dat wil je ook overbrengen aan jeugdspelers. Nee, jongens, ja. Zet heel je leven in teken van dat doel, want als je het eenmaal hebt meegemaakt, wat de supporters voor je betekenen, ja. Die tour door de stad, dat is niet te beschrijven. Dat moet je zien, nou, je kent de beelden. Ja. En als je een keer bij je bent geweest, dan wil je het altijd... Gaan. Oké. Okay. Dan de volgende is speler of trainer? Speler. Ja? Ja. Wat was jouw mooiste moment als speler? Nou ja, ik heb hier tegen Van Basten mogen spelen voor de Champions League. Voor mij als jongen voorstoppen was dat de ene grote wedstrijd tegen het grote Milaan. Ja. Ja, de voorbereiding erop, de aandacht voor het eerst in media, wat er allemaal op je afkomt, de beleving van de wedstrijd, Champions League. Nou ja, als je dan rond de 2021 bent, dan is dat om nooit te vergeten. Ja. Tegen wereldsterren die super voorbereid zijn, die op alle momenten rustig zijn, die controle hebben. Ja, ja. Dat is wat je eigenlijk graag wilde als jonge speler. Ja, mooi. Nou goed, dat waren de stellingen. Laten we even de opstelling bespreken. Het wisselt nogal. En der, maar wat mij opvalt en waar jij denk ik ook wel heel blij van wordt, is deze is eigenlijk altijd, die kunnen we eigenlijk al wel opschrijven, mits hij niet geblesseerd zou zijn. Terwijl, had je dat gevraagd aan jou aan het begin van het seizoen,
Had jij dan ook meteen ja gezegd? Nee, ik heb toen volgens mij gezegd, het kan ook een goede linksback zijn. Maar nu is hij rechtsback of centrale verdediger. Nee, ik word er wel vrolijk van. Eén, natuurlijk een jongen uit de academie. En twee, omdat hij... Ja, hij heeft ook ingezien wat hij er allemaal voor moet doen. Hij heeft heel zijn leven ingericht om daar maximaal te presteren. Ja. En als het dan ook lukt bij de nieuwe trainer, ja, dan mogen we trots zijn. En vooral hij zelf. Het is niet aankomen waaien. Hij heeft ook in de periode dat je wordt opgeleid, heb je makkelijke fases, maar ook moeilijke fases. Nou, hij heeft er wat mee gedaan. Hij heeft er een beetje tegenaan gereden. Op een gegeven moment is hij zelf gaan versnellen en veel geïnvesteerd in zijn eigen ontwikkeling. Maar is het ook ten goede gekomen dat een coach als Roger Schmid hier is gekomen, dat hij past in dat plaatje? Denk je dat hij wellicht onder Van Bommel of een andere trainer misschien nog op de bank had gezeten? Of denk je dat het echt puur ligt aan zijn eigen ontwikkeling? Nee, allebei natuurlijk. Eén, je moet het zelf doen. Je moet laten zien aan welke hoofdtrainer ook dat je klaar bent om daarin en welk systeem ook te presteren. Ja. Het gaat natuurlijk om een bepaalde betrouwbaarheid die je moet uitstralen als verdediger. Nou, hij is atletisch, hij heeft heel veel mogelijkheden. Als je uitvoert wat de trainer vraagt, ja, dan dwing je af wat hij nu heeft gedaan. Dus ik vind dat wel een mooi compliment voor Jordan zelf. Ja, is het misschien toch wel het mooiste moment dat hij werd ingevlogen in een privévliegtuig voor die alles beslissende wedstrijd. Heb je hem toen nog gesproken? Nee, uiteindelijk niet. Kijk, je moet hem ook met rust laten. Hij moet zich voorbereiden. Maar als je met speciale vliegtuigen wordt ingevlogen, dan heb je het goed voor elkaar. Nou, ja. Hij heeft ook goed gepresteerd. Hij is constant in zijn prestatie. En laat zien dat er nog veel meer... Ja. Nou, top, dan hebben we naast deze natuurlijk ook Cody Gakpo. Een echte eindtovenaar, net als jij. Hoe mooi is dat, dat er eindelijk een eindtovenaar doorbreekt? Jij bent een van de weinigen met Cody die dat daadwerkelijk is gelukt. Ja, daar zijn we natuurlijk als eindtovenaar super trots op. Je kent Cody al toen vanaf 12, 13 jaar. En dan zie je zo'n jongen opgroeien, ziet de familie daarin meegaan in een bepaalde begeleiding. En voor ons is dat een mooi voorbeeld voor hoe het kan in het totale plaatje. Niet alleen de speler zelf, maar de ouders, de zin dat erin meegaat. En dan kun je heel veel bereiken. En zeker bijvoorbeeld vier van deze stad. Ja. Om wat meer Eindhovenaren erin zien te krijgen. Ja. We zijn blij met Cody en ik hoop dat hij straks doorgoed naar een hele mooie grote competitie. Is Cody het ideale voorbeeld van een jeugdspeler die doorstroomt? Op dit moment zeker, ja. Dus het is zoals hij is. Hij is hier opgegroeid in de stad. Van de basisschool naar de middelbare school. Hij komt bij PSV. Heeft daar ook wat tegenslagen gehad, maar hij is altijd weer blijven volhouden. Ja. En is blijven geloven in zijn talenten. Nou, we hebben veel aandacht aan besteed met z'n allen. Uiteindelijk vindt de speler daar zijn eigen weg en nu schittert hij en is hij belangrijk voor PSV. Ja. Ja, kijk, daar gaat hij. Ja. Want hij scoort ook aan de lopende band, hè? Groot, atletisch, goed doorontwikkeld. Ook via jong PSV daarin is hij zijn ervaring opgedaan. Altijd een beetje tegen de basisplaats aanhangen. Maar nu, eigenlijk door zijn eigen, eigen doorontwikkeling, is hij nu vaste basisspeler. En dat is super belangrijk. Dat is toch wel mooi. In de F'jes begonnen met Teze, Cody en Obispo. En alle drie nu... bij het eerste, hoe bijzonder is dat ook voor een hoofdopleiding? Moet ik zeggen? Ja, het is een compliment aan alle mensen die eraan mee hebben gewerkt de afgelopen jaren. Dus ook mijn voormalige collega's, andere trainers, jeugdtrainers. Het kost veel energie voor niet alleen de speler, maar ook voor de begeleiders, de trainers. En als je dan ook resultaten hebt van jongens die vanaf jongs af aan doorgroeien, dan heb je ook bewezen diensten. Waarin je weer mensen kunt aantrekken, nieuwe spelers die je kunt vertellen van ja, ga maar met die spelers praten. Zij hebben het pad bewandeld, zij hebben het volgehouden en ze hebben het ook het doel bereikt. Ja, en jij bent ook een speler, een trainer en een hoofdopleidingen. Jouw carrière is wel, is dat precies de weg die je wilde bewandelen? En is dit jouw hoger doel als in de hoofdopleiding? Is dit wat je dacht van, nadat je trainer af was, dit is wat ik wil gaan doen, ik wil met die talenten gaan werken? Nou ja, om eerlijk te bekennen, toen ik speler was, wilde ik eigenlijk helemaal geen trainer worden. Maar uiteindelijk werd ik afgekeurd voor het voetballen. Ben ik gestopt, ben ik assistent geworden bij de opleiding, nu de academy. Ik ben cursussen gaan doen, uiteindelijk vond ik het leuk. Ik kon er lekker mee trainen, afbouwen en uiteindelijk doe je die cursus. Nou, dat gaat allemaal goed, die trainersdiploma's. En dan betekent dat je gedrag zelf ook wat...
betekent voor het gedrag van de spelers. Ik denk dat je de spelers kunt raken, je ze beter kunt maken. Nou, dan ga je steeds meer... Is dat het leukste aan je werk? Ja, het mooiste is dat je... Je hebt allemaal jonge, talentvolle mensen voor je neus die graag topspeler willen worden. En de dankbaarheid die je ervoor krijgt als dat ook lukt, ja, dat is vele malen hoger en mooier dan zeg maar, dat je een keer wint met PSV 1. Ja, ja. Ze hebben allemaal een droom en als je samen die droom kunt waarmaken. En wij kunnen daar een mooie opleiding van maken, een academy die ook gewoon spelers aantrekt om diezelfde doelen na te streven. Ja, dan maakt dat heel erg... Je trots, maar ook geeft heel veel voldoening. Ja. Ik steek er veel tijd in, 7 dagen in de week. Maar uiteindelijk ben ik speler geworden, trainer, dan daarna hoofdopleiding. Meestal is het echt iets anders. Ja. Maar het is een beetje zoals ik ook ben. Ja, als speler was je natuurlijk wel een vrij felle, harde verdediger, hè? Toch? Ja, wat neem jij mee in jouw tijd als speler nu? Ik heb er altijd veel voor moeten kijken. Doen. Hier, daar ga je. Mijn grootste talent was natuurlijk... hard werken, maar ook gewoon, ik heb natuurlijk een bepaalde agressie in mijn lichaam zitten, bepaalde felheid. Kijk eens. Ik was redelijk goed in de bal afpakken en uiteindelijk heb ik er altijd heel veel van moeten doen. Dat probeer ik ook mee te geven. Ja. Dan kun je, met hard werken ga je talent ontwikkelen. Het is toch makkelijk vol te houden om daar uiteindelijk je eigen weg in te vinden. Ja. Dus zie wat ik nu allemaal zit bij onder 11, 12, 13 jaar. Die zijn, vind ik, zo vaardig in de balbehandeling, tweebenig. Ja, het is nog wordt er ook steeds meer verwacht van jonge spelers? Nou ja, de wereld is veranderd, dus iedereen verandert mee. Er wordt veel meer verlangd van kinderen. Ja. Alles wordt gefilmd, alles wordt... Is dat niet heftig? Jij zegt er wordt heel veel verwacht van kinderen. Is het verwachtingspatroon niet te hoog al? Verwachten we niet dat spelers van 16, 17, 18 al meteen de sterren van de hemel spelen in het eerste? Bijvoorbeeld zoals Mo. Daar werd op een gegeven moment heel veel druk op gelegd. Maar zijn jongens ook maar 18. Nou ja, we gaan er maar van uit dat ze het ook maar gelijk kunnen op die leeftijd. Maar als je kijkt naar de diversiteit aan aandacht die je krijgt, de afleidingen, de wereld van afleidingen. We hebben telefoons, we hebben internet, we hebben waarheden, onwaarheden. Ja. Je wordt overal besproken, je wordt overal gefilmd. Het spel is ook veranderd. Jongens zijn veel atletischer, ze zijn groter, ze zijn sneller. Ja. Ze lopen ongeveer dezelfde afstand, alleen ze doen het bijna heel de wedstrijd sprintend. Ja. Ze spelen meer wedstrijden, ze spelen in andere omstandigheden. De samenleving is veranderd, we hebben nu corona, hele andere druk. Ja. Dus het is niet makkelijker geworden, juist moeilijk. En ik vind dat ze het eigenlijk beter doen als toen in onze tijd. Ja. Ik wil toch nog even terug naar de tijd als interim. Trainer. Wat ik wel mooi vond aan die tijd is dat alle supporters, je was heel snel geliefd als trainer omdat je duidelijk was, uitsprak waar de club voor stond. Heeft het je nooit getriggerd? Kijk, daar sta je langs de lijn. Als je terugdenkt aan die tijd, mis je het dan niet? Zo langs de lijn staan bij het eerste. Nou, missen is een groot woord. Kijk, het enige wat je bijvoorbeeld mist als je als hoofdtrainer werk je met een team naar het piekmoment in het weekend. Yeah. Ja, dan heb je als hoofdopleider is dat anders, want ik moet mijn piekmoment verdelen tussen alle elftallen. Ja, ja. Als gisteren was ik bij Jong PSV in de Cambuur Leeuwarden, nou, daar probeer je de trainers te ondersteunen. Dat is eens wat je een beetje mist, maar kijk, het is 7 dagen in de week nu. We hebben vandaag getraind, morgen hebben we getraind en dat gaat gewoon door. Dus eentje wat je soms wel eens mist. Mijn team is nu eigenlijk mijn trainerstaf bij de jeugd. Ja, ja. Dus wat meer van afstand vaak. Wat meer van afstandje meekijken, ze ondersteunen, ze coachen daarin te ondersteunen, te helpen spelers beter te trainen. En je ziet vaak dan de elftallen samen feest vieren als ze winnen. Ja. Dat is eentje dat ik van, ja goed, dus dat kun je wel eens missen. Maar de voldoening die je ervoor krijgt, de dankbaarheid van op andere vlakken is mega groot. Maar we sluiten niet uit dat jij zegt, ik heb een 5-jaren plan. Dat jij na deze 5 jaar zegt, ik wil toch weer een keer langs de lijn staan. Op dit moment zou ik daar niet aan denken. Omdat natuurlijk heb ik nog 2 jaar contract. Maar het plan is zo mega groot en zo mega mooi. Ja, als we het dan toch even hebben over die plannen. We hebben de visie 2030. Daarin is de Academy heeft een holistische aanpak. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik denk dat heel veel mensen dat wellicht niet weten. Nou ja, het is natuurlijk niet alleen maar de training geven en dan de wedstrijd spelen en dan ga je door naar PSV 1. Nee, de hele maatschappij, hè, dus de speler, het gezin, de familie, de omgeving, zaakwaarnemers. Je hebt school,
de maatschappij, we hebben corona. Het is mega groot, er komt onderzoek bij tegenwoordig. We spelen met data, alles wordt gemonitord, alles wordt gemeten. Ja. We hebben sponsoren die ons meehelpen, die we ook moeten voorzien van de informatie die wij hebben. Het gaat om talentontwikkeling is mega groot. Ze moeten naar school. Het is niet alleen dat je een goede voetballer wordt, maar je moet ook een goede persoonlijkheid worden. Ja. Ja, de ontwikkeling van de hechtgang is mega groot aan het worden. We hebben nu fase 1 gehad. Een nieuwe onderkomen, er komen straks nieuwe velden bij, er komt een nieuwe tribune bij. Ja, het is een, zeg maar, fase 1 van 3. En mijn gevoel zegt dat er na die 3 nog 2 fases bij komen. En wat is daar, wat kunnen we verwachten? Nou, ja, mini-stadion? Ja, Sport Science Lab. Ik denk dat we zelfs in de toekomst gaan naar misschien een sporthotel, dat we zeggen. Het wordt zo mega belangrijk het opleiden en we steken daar zoveel energie en tijd en geld in dat je ook mensen intern moet kunnen gaan opleiden. Diversiteit aan nationaliteiten, culturen, maar ook aan verschillende opleidingen. Ja. Je wil niet alleen de beste spelers hebben, maar ook de beste jeugdtrainers, de beste dataspecialisten, de beste sportwetenschappers. Ja. En we willen ook het gaan delen met onze Brainport partners. Ja. Dus we moeten ook zorgen dat we ze kunnen uitnodigen. En we kunnen laten zien wat wij aan het doen zijn. We willen het ook weer teruggeven in een bepaald onderzoeklab. Misschien gaan we wel een onderzoekcentrum krijgen met een soort klein ziekenhuisje. Maar en zo kan ik dagen doorgaan. Ja, maar, ik werk het, ja. Als je kijkt naar de huidige wereld. De ontwikkeling gaat zo snel, de technologische ontwikkelingen. Ja, daar moet je in meegaan. De top zit altijd versnellen. We zijn altijd sprinten. Ja. En dat sprinten bevalt me heel erg goed samen met mijn werknemers bij de Academy. Maar als ik jou zo hoor, die visie 2030, dat is niet zomaar iets. En daar is de Academy ongeveer de belangrijkste pijler in, hè? Creating Stars Together. Ja. Hoeveel druk geeft dat op jouw huidige functie? Ervaar je dat zo? Nee, het geeft juist energie zoals je ook als hoofdtrainer langs de kant staat. Of dan wil je graag winnen, dan is de druk vooral, ja, je bent de hele week aan het trainen om te winnen. Dit gevoel is hetzelfde. Ja. Misschien is het wel lange termijn, maar iedereen heeft legt zich die. Het is geen druk, maar de energie die je daarin krijgt om die dingen te behalen. Want wij kennen het eindproduct, we hebben het al een beetje gezien, het zit in onze gedachten. Je wilt het heel graag delen met de mensen, maar we moeten ook voorzichtig en zorgvuldig opbouwen. Ja. Dus we hebben de tijd ook nodig. Ja. En hoe meer ik induik, hoe meer we enthousiast worden over de mogelijkheden. Dus we denken over de internationalisering van de Academy. Ja, er wordt veel vraag van oud-spelers, maar ook van andere mensen om of wij de kennis kunnen delen wat we hier aan het doen zijn. We hebben een hele mooie cultuur gedurende de jaren opgebouwd van toch veel kopen naar zelf opleiden. Ja. Maar we zijn pas begonnen, dus het is te interessant om dat te gaan verlaten op dit moment. Oké, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld nu met corona? Wat is het grootste obstakel die jij hebt in jouw huidige functie, maar ook op de Academy zelf? Wat ervaar je? Nou, het grootste is dat we kunnen de ouders kunnen we helaas niet ontvangen gedurende de week. Dat betekent gedurende de midweken, dan is het toch wel een bepaalde rust en dan zie je een hele grote interactie. Alleen in de weekenden zijn ze de ouders niet. En dat is heel erg. De sfeer is anders. We willen graag presteren voor de ouders. We willen graag laten zien wat we met de spelers doen. De spelers willen zich presenteren aan papa, mama of aan familie. Ja. En die sfeer is. Dat is gewoon niet prettig. Nee. En dat doen ze heel erg goed. We proberen onderling wat wedstrijdjes te spelen. Maar dat is waar je tegenaan loopt. We willen ook de ouders informeren wat we aan het doen zijn. Hè? De meeste gedachte is niet alleen de speler zelf. Maar er gaat een hele wereld omheen die continu aan het veranderen is. Ja. Nu hebben we corona, straks is het weer anders. Dus we willen iedereen daarin meenemen in onze manier van werken, denken en presteren. Zodat wij nog betere spelers kunnen afleveren. En wat nou als Ernest Faber op dit moment op de Academy had gezeten? Was jij een betere speler geworden dan... Dan vroeger? Beter. Misschien nog gespecialiseerd in wat ik leuk en goed kon. Dus ballen afpakken. Ja, en je scoort ook nog wel eens een keer, hè? Ik denk wat langer gaat door kunnen gaan. Kijk, daar ga je. Ja. Even kijken, daar ga je. Ken je deze nog? Ja, die ken ik wel, ja. Ja? Ja? Scoor ik mijn tweede paal met het hoofd. Ja. Van wie krijg je? Had ik nog beter kunnen koppen, nog beter kunnen verdedigen. Maar kijk, voor mij was het wel... Als ik ben met 31 moeten stoppen door blessures, dan had ik... Denk ik nog fitter kunnen en langer fitter kunnen blijven. Had ik dak door kunnen gaan tot 35. Kijk, daar ga je. Het is wel een knap goaltje, hoor. Ja, je moet iets met een groot hoofd. Het is niet anders. Ja. Korte haar ook nog. Nee, maar ik denk dat je vooral... Ja.
nog langer door kunt gaan met je lichaam. Als je ziet wat wij allemaal kunnen doen aan voeding. Speciaal voedselprogramma vanuit Jumbo. Want jullie aten gewoon een frikandelletje natuurlijk na de wedstrijd op stadium zijn. Toen waren nou, de schijf van vijf hadden wij. Ja. Dat was het enige wat we toen hadden. Daar zat ook wel eens een frikandel of een frikje bij. Ja. Maar ook gewoon zoveel mogelijk met beschikbare middelen je leven inrichten. Maar mag dat nu niet meer bij de kinderen, bij de jeugd zijn die jongen gaan lekker een frikandelletje eten vanavond? Ja, alles mag. Ja. Het wordt niet geadviseerd? Nou ja, het kan altijd. Als je er behoefte aan hebt, gaat het vooral om de behoefte. We hebben weer wel de behoefte te creëren en andere dingen. Ja. En ik merk nu ook als ik die spullen en het voedsel wat we nu hebben, dat pak ik zelf ook. Ja, je herstelt sneller. Ja. Je hebt meer energie voor nieuwe wedstrijden. De spieren worden beter verzorgd. Ja, het zou mooi zijn als wij dit toen ook hadden. Maar in die tijd hadden we een beetje hetzelfde mechanisme. Toen was het ook top. Ja. Eens dat je je lichaam nog beter kunt verzorgen nu. Je kunt je nog beter voorbereiden. Het moet ook, hè. Je speelt heel veel wedstrijden. Ja. En het is mooi om te zien hoe spelers veel atletischer zijn geworden dan in onze tijd. Ja, je zei het net al, je had het over niet alleen spelers, maar ook trainers. En wij krijgen een nieuwe trainer bij Jong PSV. Ik sprak hem in de nieuwjaarsshow. Ja, ja. En daarna zei ik, ja, groot nieuws. Ja, ja. Dat is waarschijnlijk groot nieuws. Ja, voor mij was dit, voor Ruud was het heel logisch dat hij deze stap ging nemen. Ja. Hoe zie jij dat als hoofdopleiding? Ja, hetzelfde. Kijk, we zijn natuurlijk op zoek naar een aantal. Ruud is natuurlijk een grootheid, één als persoon, maar ook als speler geweest. Ja. De weg van de geladenheid heeft zich zelf omhoog gewerkt naar de absolute wereldtop. Ja. Dat doet hij nu ook als trainer zijnde. Hij steekt veel tijd in zijn eigen ontwikkeling en heeft daar ook de tijd voor. We willen natuurlijk de beste trainers van onder 13 hebben, maar we willen ook uiteindelijk hoofdtrainers kunnen afleveren in PSV 1. Ja. Nou, met zijn bagage als topspeler. Wat kunnen we verwachten van Ruud met Jong? Is dat, krijgen we dezelfde speelstijl als Roger? Of gaat hij een eigen speelstijl ontwikkelen? Nee, we hebben de vrijheid in de academie om of daaruit, zeker bij Jong PSV, een bepaalde speelwijze te kiezen. Die hangt niet, het verschilt niet zoveel van wat nu gebeurt of wat Ruud doet bij onder 19 of onder 18 nu. Ja. Het gaat vooral om principes. De principes zullen hetzelfde zijn. Wij willen ook hoog druk zetten. Wij willen ook altijd opbouwen. Wij willen ook snel omschakelen. Ja. Dus die blijven hetzelfde. Alleen Ruud gaat het op zijn eigen manier zoals die is. Wat invullen met zijn staf. En dat is mooi om dat proces te gaan volgen. Mooi, dan toch nog even naar vanavond. Want we spelen gewoon tegen RKC. We hebben het veel over de academy gehad. Ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar de huidige selectie. Nou ja, met een aantal spelers heb ik vorig jaar ook nog samengewerkt. Er zijn spelers bijgekomen. Ja. Ik denk dat het een kwalitatief goede selectie is. Die veel talent herbergt, maar ook de nodige ervaring heeft. Hè. Ja. Daarom is het jammer dat Gutsen niet kan spelen. Maar wat mogen we verwachten van deze selectie? Ja, in ieder geval dat je meespeelt om de titel. Dat je lang meedoet. Je speelt nog maar 3 prijzen. Het zou mooi zijn als we weer een prijs kunnen pakken. Ik denk dat de talent aanwezig is, de kwaliteit ook. Je zult natuurlijk een beetje geluk moeten hebben. Ja. Maar goed, geluk moet je altijd afdringen. Ja. Daarom is het hopen dat iedereen fit blijft. En dat maakt straks denk ik het verschil in de eindfase. Ja, ja. En wat denk jij? In Europa, hoe ver kunnen we komen? Olympiakos nu? Ja, ik denk dat we wel een ronde verder kunnen komen. Dat is echt mijn gevoel. Maar dan moet ook een beetje vallen. Als je te veel spelers wegvalt, dan moet je te veel wisselen. Maar zoals ik het nu zie, ronde verder. Met de beker wel. Nu hebben we nog dat we de resultaten aan de goede kant zitten. Ja. Vanavond weer een belangrijke wedstrijd. Ja, vanavond een belangrijke wedstrijd. Zeg jij PSV-RKC. Voor mijn gevoel als fan is dat 100% 3 punten. Ik denk dat de spelers dat gevoel wellicht ook ervaren. Krijgen we dan het standaard cliché gevaar voor onderschatting? Of hoe motiveer je spelers voor dit soort wedstrijden in een leeg stadion? 8 uur 's avonds, PSV, RKC, waarvan je eigenlijk verwacht, moeten we gewoon winnen? Nou, ik denk dat iedereen nu wel redelijk gewend is aan de situatie. Hè? Dus ja. Ze hebben meerdere wedstrijden gespeeld. Ik denk dat vooral voor RKC een voordeel is ten opzichte van PSV. Hè? Als je hier met publiek speelt, ja, dat is gewoon vijandig. En dat geeft de 12e, 13e man voor je eigen ploeg. Ja. Dus daar is het voordeel voor RKC. Maar ja, we zijn allemaal professional, dat zie je ook bij alle wedstrijden. Iedereen weet welke stap je moet maken en bewandelen om steeds weer succes te hebben. Ja. Maakt PSV de kans af die ze krijgen en daarin
ja, zeker bij elkaar blijven spelen, dan gaat het hier vanavond 3-1 worden. Maar ja, je weet ook, elke ploeg kan tegenwoordig goed georganiseerd voetballen. Ze kunnen allemaal voetballasten de ruimte krijgen. Ja. Ja, goed, daar moet PSV ook goed in zijn om daarin het verschil te leggen. Maar goed, jij zegt 3-1 vanavond. 3-1. Lijkt mij een mooie uitslag. Ernest, ik dank je voor je komst. Heel veel plezier vanavond. En 3-1, daar teken ik voor. Ja, die wedstrijd van vanavond is natuurlijk live te zien op ESPN2. Dank voor het kijken. Heel veel plezier. En wij gaan kijken naar de 5 mooiste goals tussen PSV en RKC. Geweldig uithaal. Wat een beauty. Weer een fantastisch doelpunt. Dat is er weer eentje. Net zo makkelijk. Affolay. Kon hem voor zijn neus. Affolay. Oh, wat een mooi doelpunt. Ja, die zie je aankomen. Affolay doet voor hoe je naar binnen komt met een bal in de verste kruising krijgt. Zes buiten het strafschopgebied. Wat een beauty. Nu dan tegen Brands aan. Kom aan dan. Goed de bal voor de goede schoen. Hij scoort dan. En het is weer een fantastisch doelpunt van